heeft gewonnen, heeft vandaag troost en rood en met God weer in de ploeg. In vergelijking met vorige week hebben Nortan, Mulder en Blinker hun biezen moeten pakken. Bij PSV is alles in orde. Voor de 8e keer in 15 competitieduels staan trouwens topscorers Romario en Kieft weer naast elkaar. Ingooi van PSV in de tweede minuut van de wedstrijd. Het veld is redelijk bespeelbaar. Zo vindt men aan de zijde van de mensen die over het veld gaan. Dit gedeelte ziet er wat slecht uit. Maar goed, dan pas je hier maar wat aan. Daar waar de zon is, is het veld weer gewoon groen. Met God zitten ze op het witte stuk. En bij Hiele thuis in deze eerste helft zal het allemaal wat lastig ogen. En misschien ook wel wat lastig zijn. Maar het valt te doen. Ibrich met een uitgestoken arm van Heinze, vrije trap Feyenoord. Lokhoff. Met God is naar voren. Keur schrikt een beetje. Met God moet wel in de richting van Breukelen namelijk. Keur. Brands van Geel. En toch een beetje glad daar. Ik zie de bewegingen van deze. Keur. Kipric. Daar is Smolarek. En daar haalt Gerets heel goed weg. Vijf minuten lang is het leuk om naar Feyenoord te kijken. Hoekschop. Lokhoff met de hoekschop. Rood voor. Smolarek eerste paal. Rood. Hens van Smolarek. Vrije trap van Heus. Keeper iets bewoog. Maar kan niet draaien naar zijn rechtervoet. Smolarek. Achterin Keur. Met God en Lokhoff. Doeltrap. Van Geel. Hij geeft veel werk aan Heinze. Dat is goed. En nu pakt Heinze hem vast, waardoor de voorzet niet meer kon komen. Het wordt een hoekschop, zeg Rijgwaard. Alhoewel, voor een vrije trap is toch ook veel te zeggen. Dat wordt het uiteindelijk ook. Juiste beslissing. Nee, geen juiste beslissing, want het wordt toch een hoekschop. Bij de eerste paal zijn zij. Althans er iets voor. Smolaar, nou Keur. Die had er nog ingemoeten. Rood. In 19 minuten houdt de druk van Feyenoord nu aan. Keur. Smolarek. Lokhoff gaat. Brands moet dat zien. Maar ja, oké. Dat kan natuurlijk ook. Zeker gezien Van Breukelen's reactie. Net onder de lat. Goed geschoten. Goed, snelle spelhervattingen van Feyenoord. Hoekschop. Pakte de juiste weg, Smolarek. Binnendoor bij de PSV'ers en toen kwam Lerbino.
Weer met God bij de eerste paal. Koot kent dat verhaal ook. Nou, Kiepriet scoort. Het is juist, het is terecht. Het doorkoppen van Metgod, de treffer van Kiepriet. Roga Kiepriet scoort. Feyenoord won dus twee keer thuis in dit seizoen. Verder werd er geen overwinning gehaald. Maar het is wat vroeg om nu al te vieren. Alhoewel er een puike sfeer in deze Kuip heerst. Met God. Brands. Daar komt Smolarek. Daar is Van Aarle. En daar zit hij er weer in. Een prima doelpunt. 2-0. 23e minuut. Een prima goal. Smolarek, hele korte beweging ook. Brands weer. Steeds hij met die passes van achteruit. Smolarek, Van Aarle probeert het nog een beetje dicht te gooien. Maar het is al gebeurd. Heus. Keur. Nielsen Lerby. Linskens. Lerby. Romario. Helleman komt vrij. Hier, goed. De eerste redelijke mogelijkheid voor PSV. Hiele in de 30e minuut. Keur maakt het lastig voor Nielsen, dacht hij. Van Aarle. Ja, daar komen de meest venijnige stoten tot dusver vandaan bij Elleman. Van Geel, Kiepriet. Van Geel. Smolarek. Gerets. Goeie bal op Romario. Troost is lastig genoeg om het inschieten, wanneer ook hier er komt, onmogelijk te maken. Heinze. Lerby. Kootkeek herhaaldelijk om of Kiepriet ongevaarlijk zou kunnen worden. Of gevaarlijk zou kunnen worden. Hij is gevaarlijk geworden, maar hij is alleen hier. En er zijn 4-5 mensen van PSV terug. Keur, hij moet erin eigenlijk, Piet Keur. Dat lukt hem ook. 3-0 in de 40ste minuut. Koot gaf de bal terwijl hij dacht, het moet wel erg goed gaan. Want anders staat die Kiepriet helemaal vrij achter me. Kiepriet stond vrij. Beleefde een dolle avontuur. Op dat paasje van Smolarek. Maar is hier nog helemaal alleen. Van Breukelen ziet geen kans om te stoppen. En daar komt de aanvulling. Keur rechts en links raak. 3-0.